Industrieel toeleverancier Kendrion rekent ook het tweede halfjaar op een verminderde vraag. Het bedrijf houdt daarom vast aan de eerder ingevoerde kostenbesparingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld werktijdverkorting op Duitse productielocaties. Contact met de topman van Kendrion, Joep van Beurden. Joep, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Zometeen natuurlijk heel veel meer over het tweede halfjaar en jullie verwachtingen voor de toekomst. Maar uh, ja, je presenteert maar één keer de halfjaarcijfers. Dus hoe zag het eerste halfjaar van Kendrion eruit? Ja, wij, wij hebben, uh, noemen het een solide eerste helft van 2024. Uh, je noemde het al iets minder vraag, dus we zagen 4% minder omzet. Maar we hebben toch kans gezien om 1% meer winst te maken. En dat hebben we gedaan door de bruto marge te verhogen. Uh, maar ook door op de kosten te letten bij onze remlocatie. Uh, uh, en ook op een paar andere plekken. Ja, uh, overigens, ja, winst is natuurlijk maar net uh, hoe je het wil meten. Je hebt sowieso winst voor belastingen en winst na Daar zit nogal een groot verschil in, toch? Ja, dit, uh, ik heb het dan over de Da. Dus dat is voor interesse en voor de belasting. Ja, um, voor de mensen die Kendrion iets minder goed kennen dan jij... en ik inmiddels ook, want we spreken elkaar niet voor het eerst. Uh, je moet een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld de industriële remmen... dus de industriële toepassingen waar Kendrion zich op toelegt... en de automotive tak. Uh, en daar is het nog wel het nodige in veranderd. Want die automotive tak hebben jullie grotendeels van de hand gedaan. Dus die resultaten die je presenteert... Uh, ja, misschien moet je die toch ook anders wegen. Kijk het naar de toekomst. Ja, we hebben inderdaad op 12 april aangekondigd dat we het grootste gedeelte van onze automotive tak dat we die verkopen. Die verkopen we aan Solero, dat is een Amerikaanse partij. Uh, maar die deal is nog niet effectief. En dat gaat uh, gebeuren naar verwachting op 1 oktober. Dus de resultaten die, die we vandaag presenteren over de eerste helft gaan nog gewoon over de Candling groep zoals die was. Uh, wat we ook laten zien, uh, is wat, zeg maar. Als je als net doet alsof Automotive eruit is, wat is dan de winst van de, uh, van de operatie die we behouden? En, en wat is dan, kun je dan vergelijken met de groep? En dan zie je dat als je kijkt naar het gedeelte wat we behouden, dat de winstgevendheid uh, als percentage van de omzet. Uh, groter is dan, dan van de groep als geheel. Ja, dus het afscheid nemen van die Automotive-tak, wat goed is voor 40% van de omzet, meen ik nu op dit moment. Dat gaat uiteindelijk uh, niet resulteren in financieel leed. Jullie denken zelfs daarvan op te knappen. Terwijl je nu nog ziet dat die automotive tak toch wel degelijk ook nog bijdraagt aan de winst, of niet? Nou zeker. En, en kijk, wat, wat onze strategische afweging is geweest... Dus als je kijkt naar Kendrion, en je kijkt naar alle veranderingen met name aan de automotive kant... Hè, met die elektrificatie die, die plaatsvindt over de afgelopen jaren... hebben wij de conclusie getrokken dat wij op dit moment, uh, zoals wij er nu uh, opgesteld staan, te klein zijn om zowel industrieel als automotive zeg maar, van voldoende cash en resources te, te, te voorzien. En dat betekent dat je de kans loopt dat je dan allebei half doet. Maar dus is diversificeren belangrijke... niet ook een belangrijk devies? Want als je nu kijkt, en jij hebt er dieper in gespit dan ik, maar dan zie je dat die vraag naar uh, industriële remmen wat, wat afneemt en dat die automotive-tak volgens mij op dit moment een groei laat zien, is het dan toch niet verstandig om op meerdere paarden te wedden? Ja, maar als je kijkt binnen industrieel, je noemde al, we hebben industriële remmen, maar we hebben ook industrial actuators en controls. En in totaal zijn we actief in ongeveer 30 verschillende marktsegmenten. En we zitten in windmolens, we zitten in robots, we zitten in verkeersvliegtuigen, we zitten in machine-automatiseringstechnologie. Dus binnen industrieel zijn we ook wel degelijk gediversifieerd. En we zien daar echt heel veel opportunities om, uh, om verder te groeien met een winstgevendheid die. Gemiddeld beter is, stukken beter is dan Automotive. Ja, toch, en daar begon ik ook de introductie mee, verwachten jullie dat het komende half jaar nog een ingewikkeld half jaar wordt vanwege die verminderde vraag? Ja, dat is, kijk, ik zeg al, wij zitten voornamelijk in kapitaalsgoederen, ook aan de Automotive-kant, dat is meer een consumentenproduct, maar we leveren aan BMW, we leveren aan Volkswagen, we leveren aan Daimler. Uh, ja, mensen die komen, als de rentestand hoger is, dan, dan zijn ze geneigd om de uh, aanschaf van de auto nog wat uit te stellen. Dat is aan de industriële kant uh, nog veel duidelijker. Uh, onze producten zitten in kapitaalsgoederen. Met een hoge rentestand is het investeringsklimaat wat minder en dat raakt ons dan. We verwachten wel dat ergens in Q3 uh, de Amerikaanse Fed uh, de rentestand iets naar beneden gaat, uh, gaat, gaat uh, halen en dat gaat ons helpen. Joep van Beurden van Kentrion, dank voor je toelichting.